Goedemiddag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Straatpraat. Het was gisteren 14 februari, Valentijnsdag. We gaan de mensen vragen wat ze hebben gedaan. Wat heeft u gedaan met Valentijn? We waren gewoon thuis. En u heeft niks gedaan? Nee. Dit jaar niet. Normaal gesproken gaan we altijd uit eten, maar dit jaar is er niet van gekomen. Die heeft u nog te goed? Zeker. Niks. Dat doen we niet aan. Vrouw extra zoen gegeven. Oh, moet nog gebeuren. Oh, dat moet nog gebeuren hoor ik hier. Nee hoor, Valentijn. Hebben wij op dit moment, gisteren hebben we er niks aan gedaan. Veel te druk bezig geweest in de tuin, saampjes. Wel gezellig samen doorgebracht. En? Niks. Nee? Nee, lekker. Thuis geweest. Oké. Okay. Meestal elke dag Valentijnsdag. Ja. Mevrouw gewend. En wat heeft u gedaan? Oh, een doosje chocola en een bosje bloemen, dat soort dingen. Niks. Nee? Nee. Nog niks, dat komt vanavond. En wat gaat u doen vanavond? Mijn kindjes op bed leggen en dan een proseccootje drinken. Dat was hem dan alweer voor vandaag. Leuk dat je keek. Ben je nou nog single? Geen probleem. Je kan altijd nog vrijwilliger worden bij BR6.